Welkom beste kijkers bij weer een nieuwe uitzending van Ondiep TV. We hebben weer drie nieuwe items voor u. Als eerste item zien we Britt Staal aan het werk als fotograaf. En Ondiep TV kijkt met haar mee. Als tweede item, Huisje met geschiedenis, is Bert Feiters op bezoek in het huis van de voormalige treinknecht Van Dos. En als derde item vraagt Wendy zich af wat de Ondieper deze zomer gaat doen. Veel kijk en wijkplezier! Dan maken we de lens even schoon. Ja. Ja, hoe krijg je die er dan het beste op? Britt Staal maakt foto's van Utrecht. En Ondiep TV gaat kijken hoe zij dat doet. Vaak als je een object op de foto zet, bijvoorbeeld zoals nu de brug. Ja. Dan... Dan kijk je een beetje waar die gepositioneerd is. Dus nu denk ik, nou, die staat helemaal in het midden. Is eigenlijk niet zo heel mooi. Want je wil een foto altijd ergens op een... Als je hem indeelt in een raster, in 9 vakken, ja, wil je hem eigenlijk op een van die lijnen of op een kruising van dat raster. Dus ik zal hem nog eens een keer maken en kijken of ik het dan het verschil uit kan leggen. Nou, foto's maken doe ik al heel lang, maar ik denk dat het zich echt heeft ontwikkeld toen ik in de stad woonde, op de Donkerstraat. Ja, dat is gewoon midden in het centrum en dan ben je dus ook op momenten in de stad dat niemand is. Weet je, 's ochtends vroeg, 's avonds laat en... Ja, dat is eigenlijk pas echt de magie, zeg maar. Wat doe je vervolgens met die foto's dan? Ja, een hele lange tijd deed ik er niks mee. en op een gegeven moment nu, natuurlijk ook door de coronatijd, dan ben je gewoon meer thuis in je eigen stad. En er kwamen eigenlijk alleen maar meer foto's bij. En toen dacht ik wil ze ergens plaatsen. Ik wil er iets mee doen. En toen ben ik een Instagram-pagina begonnen. Britt in Utrecht en daar post ik eigenlijk altijd mijn foto's. Ja? Ja, en nu zie je dat hij veel meer naar de bovenkant is. Op een of andere manier is dat gewoon aantrekkelijker voor het oog. Ja. In plaats van dat iets helemaal in het midden van de foto is. Dus eigenlijk is de kunst altijd om hem net uit het midden hetgeen te zetten wat je op de foto wil zetten. Wat voor soort foto's maak je? Ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Ik maak ook heel vaak foto's gewoon met mijn telefoon, want ik niet altijd mijn camera bij me heb. En als je door de stad loopt, kom je heel vaak gewoon hele mooie plaatjes tegen. Mooie momenten als de zon precies ergens opschijnt. Dus het zijn niet hele specifieke dingen waar ik foto's van maak. Maar eigenlijk kijk ik gewoon naar, zie ik iets moois. En dat kan echt overal zijn. En waarom specifiek van Utrecht? Ja, ik ben gewoon gek op Utrecht. Dat is mijn stad. Ik ben er geboren, getogen. En ik woon er ook nog steeds. En het is gewoon zo mooi. Fotografeer je nou hier ook in Ondiep? Ja, ik moet zeggen dat de stad heeft vaak wel mijn voorkeur. Echt het centrum van de stad. Ja, daar zitten zoveel bijzondere verhalen achter. Geschiedenis, mooie beelden. Maar ik ben laatst toevallig ook in dat helemaal door Ondiep gelopen om ook foto's te maken. En het is natuurlijk vlakbij huis. Hoe lang heb je hier gewoond? Een jaartje of 3? Ja? Ja, in mijn studententijd. Heb je daar dan nog een bepaald gevoel bij dan, dat je nu een foto hier maakt? Ja, ik denk dan wel echt terug aan die tijd dat ik daar woonde. En dan ben je zo net student, weet je wel. Ja. En als het winter was, nou, dan blies je gewoon wolkjes in je bed. Want er was maar 1 verwarming en die stond in de huiskamer. Ja. Dus ja, ik kijk hier wel heel positief op terug. Het was minder luxe dan wat ik nu heb, maar ja, gewoon heel leuk. Waar ga je nu een foto van maken? Ja, van bonsaien natuurlijk. Ja. En waarom van bonsaien? Ja, dat is een begrip in Utrecht. Iedereen waartegen je zegt bonsaien, die weet waar het is. Of die is er al geweest, of die komt heel regelmatig. Wat voor tekst zou je hier nou bijvoorbeeld bij willen zetten? Ja, van bonsaien weet ik bijvoorbeeld al dat het er heel lang zit. Dus dan zou ik erbij zetten wanneer ze zijn begonnen, of iets over de eigenaar, of waarom het een begrip is in Utrecht. Ja, zoiets zou ik erbij zetten. Wat zou je nou in de toekomst nog willen doen met die fotografie? Ja, ik weet het niet. Ik zou... die Instagram-pagina wil ik wel gewoon gaan laten groeien, hè, met aantal foto's en meer mensen die dat zien en die dat volgen.
Ja, en wie weet ooit zou ik er wel mijn werk van kunnen maken. Ik vind het superleuk, maar geen idee of ik daar genoeg talent voor heb. Ben ik hier? Laan van Chartreuse 164. Je schrijft Chartreuse, maar je spreekt uit Chartreuse. We gaan een kijkje nemen in dit mooie huisje. Wie woont hier en wat is de geschiedenis van dit huis? Gaat u met me mee? Goedemiddag. Hey, hallo. Kan je ons een beetje vertellen wat hier de geschiedenis is? Ja, dat kan ik. Dit huis is gebouwd in 1919. Oorspronkelijk bewoner is de directeur van de Rieten Dakschool. Na de directeur van de Rieten Dakschool is de commandant van de Duitsers in de oorlog hier gaan wonen tot 1945. En na 1945 is het toegekend aan de mensen van de spotaccommodaties. Dat is Rinus van Kleef geweest, Kees van Doren. En naar die ben ik gekomen, dat is in 1977. En tot nog toe. Hier beneden, ja, dat was weer heel iets anders. Ja, beneden zaten de voetballers in, dat waren kleedkamers. En het laatste die erin gezeten hebben is voetbalvereniging DOS. Kunnen we ermee even gaan kijken, dan kun je het even nog zien hoe het eruit zag. Ja, leuk. En wat we ervan gemaakt hebben. Dit is het massagehok geweest van DOS. Hier werden de spelers gemasseerd. Ja. En toen hun weg waren, is het mijn kantoortje geworden. Oké. En een keukentje erin? En een keukentje erin. Ja, prachtig. En hier deed ik mensen ontvangen. Hé, maar wat nog leuker is hier. Kijk eens hier naar boven. Wat is dit allemaal wat hier ophangt? Dat is mijn verzameling. Ja. Die heb ik allemaal een beetje bij elkaar... Bijna niks gekocht, allemaal gekregen. Allemaal van die voetballers? Nee, niet van voetballers. Van iedereen die wist dat ik petten verzamelde. Oké. Dus iedereen, als die met vakantie ging, bracht een petje voor me mee. Ja, geweldig. Dat is hartstikke leuk. Het plaatje van DOS erop. Oh ja. Dit is kleedkamer 1 van DOS. Ja. En het is nou even een opslagruimte voor mij, voor het huis, voor de verbouwing en zo. Maar dit was vroeger, die zat het eerste elftal in. Kom maar. Nico, het huis ben je gaan bewonen in 1977. Toen je het hier aantrof, hoe zag het eruit? Dat wil je niet weten. Het waren allemaal hokjes. Ja? Het is een heel, ja, kleine slaapkamers, kleine woonkamers. Eén stopcontact in de woonkamer. Allemaal zachtpoorten, plafond zaten erin. Dus we hebben het regieus, muren weggesloopt. Nieuwe, alles gestuukt, nieuwe plafondplaten, noem maar op. Dit is kleedkamer 4 van vroeger van DOS. Nou hoort het bij het huis. We hebben een buitenkeuken hier gemaakt. En hier hebben we een badkamer gemaakt. Met toilet, inloopdouche. Fantastisch. Alles wat we tot nog toe gedaan hebben, zonder aannemen. Hier zie je op een gegeven moment het huis met de kantine van DOS nog. Okay. En mijn landrover met de angelwagen waar ik vroeger mee reed. Ja. Dit is de kantine van DOS. Ja, met de bestuurskamer de bovenkant. Dit is mijn groentetuin nog. Oh ja, je hebt nu een kast. Ja. Ja. Dit is nog de oude situatie van het huis. Met de deuren en met de oude bruine behang. Ja, hier heb vroeger een muur gelopen zo. Hier? Ja. Ja. En die sloot hier op een muur aan weer. Ja. En er was hier een deur, daar kon je de hal mee in. Oké. Die hal was helemaal open, er zat alleen een gordijn voor. Oké, een gordijn. Ja? Okay. Ja, alleen een gordijn, ja. En anders dook je de trap gelijk af. En hier? Dit is de huiskamer? Dit was de huiskamer dan. Ja. En waar nou
de cameraman staat, was dat strafbankje. En daar zaten de voetballers van DOS op. Want die kamer was de bestuurskamer van DOS. Ja. En als ze dan iets hadden gedaan, een dan kaart, of was dan dat strafbankje. Ja. Oh ja, dan moeten ze hier bij het bestuur komen. Moesten ze wel bij het bestuur komen. De laatste fase van de verbouwing van het huis. Dat heb je niet alleen gedaan, hè? Nee, ik heb twee handige zoons. Een vrouw, mijn jongste zoon Erik. En Richard, die andere zoon, assisteert hem erbij. En die doen hier het werk. Jee. En af en toe een vriend van Erik, Oven, die helpt ook wel eens mee. Jongen, want het is een heidens kawaii. Het is een stukje vakwerk wat ze leveren. Wat, als je ziet wat voor hout en wat voor materiaal dat erin gaat, dat wil je niet weten. Ja, maar als het klaar is, dan moet je maar toch een keer terugkomen om te kijken van hoe het geworden is. Een paar weken terug vroeg ik aan de omdieper wat hun favoriete seizoen is. Nou, daar kwam overduidelijk de zomer uit. Nou, is het bijna zomer? En ik vroeg me af, wat is de omdieper eigenlijk van plan om te doen in de zomer? Nee, wij gaan niks doen met vakantie. Een weekje uit, nog, ja. Thuis zitten. Thuis. Ik ga niet op vakantie. Nee. Ik ben 75 en... Nee, ik ga niet op vakantie. Nee, ik zou van plan zijn om naar Suriname te gaan, maar het lukt niet. In eerste instantie eigenlijk niet echt, of misschien nog Bali 3 weken, maar ik ben niet zo fan van het vaccinatie halen als je niet echt kans hebt om eraan te overlijden of ziek te worden. Dus we gaan nu waarschijnlijk naar Kroatië, de 2,5 weken doorheen reizen. Dus, U gaat normaal elk jaar naar Suriname? Ja, ik ben met pensioen, dus ja, ik wil het toch een beetje overwinteren, maar ja. Het is al het tweede jaar dat ik niet geweest ben. Zuid-Limburg. Volgens mij heeft u weer veel zin. En wat, als u eraan denkt, gaat u stralen. Hey, heerlijk. Ja. Ik zie het voor me. En aardige mensen, vrijwilligers. Die het willen staan allemaal. Die het met plezier ook doen. Nou, fantastisch. En ook tegenover gehandicapteren en oudere, zwakkere mensen. Staan ze helemaal paraat. Het is een aangepaste reis. Ja. Ja hoor, met verzorging en al. En je eet, je drinken allemaal compleet. Ja. Nou, en ik doe het ook het een en ander erbij. Ook met de accordeon spelen en dergelijke. Leuk. Waar de mensen blij mee zijn en opvrolijken. Ja. Dat doet ze goed dan. Misschien dat ik eens uit met mijn dochter, ja. Maar verder heb ik niks. Nee. Nou. Ja, alleen maar dat ik gezond blijf. Nee, we wachten gewoon af volgend jaar misschien. En wanneer ga je? Bouwvak, dus dat is eind juli, begin augustus. En dan een dagje of 17, 18 of zo. Dus, en dat kan nu ook? Of? Ik ga er eigenlijk wel vanuit. Ik weet het niet eigenlijk. Maar volgens mij is corona sowieso een beetje op zijn retour. Ook als je iedereen kijkt. Ik denk dat iedereen eigenlijk echt helemaal klaar mee is. En ik verwacht wel dat die landen ook gewoon open zullen zijn. Want ze moeten ook natuurlijk een inkomsten krijgen uit toerisme en dat soort dingen. Dus ik denk dat het wel los zal lopen. Komt het door corona of was u het sowieso al niet van plan? Ik was het sowieso niet van plan. Mijn vrouw heeft COPD en long-MBG. Dus ja, dan kan je niet weg. En vooral met het warme weer zit je binnen. Dus misschien ga ik even met mijn kleindochter wel gaan vissen. Want die woont vlak bij het water. Dus dat kan ik dan wel. Dat is ook altijd lekker. Maar verder is... Verder echt ook geen dagje weg? Nee. Niet de keuken of het park? Het geld. Ja. Het geld. Ik heb een AOW. Gaat u normaal wel op vakantie? Ja, normaal gaan we 2 keer. Ja. Die vakanties die wij doen, ik noem maar bijvoorbeeld naar Italië. En dan gingen we met de trein naar Zwitserland. En ik zie dat nog niet zo zitten dat allemaal gebeurt. Nee. In die 15 dagen dat we dat doen. En er zit zoveel in. En daar doe je het voor. En niet om aan het strand te zitten. Ja, dat gaat misschien iets handiger. Want dan blijf je met z'n allen op een plek. Maar voorlopig zie ik het niet. En wat gaan jullie doen in Kroatië? Ja, je hebt daar superveel meren en watervallen en zo. Dus daar willen we eigenlijk een beetje naartoe. Ik weet het niet precies hoor. Maar je kan volgens mij precies een hele rondreis door Kroatië heen maken. Dus dat gaan we eigenlijk doen. Dan leuke dingen doen, hoop ik. Ging u vroeger wel op vakantie? Ja. Ja, vroeger wel. Ik ben in Egypte geweest, ik ben in Malta geweest, ik ben in Spanje geweest, Italië geweest, Tunesië. Dus u was wel een echte wereldreiziger, begrijp ik. Ja, ik ben overal geweest.
Dus ja, dan hoeft het toch niet meer. Dan heb je genoten. En er zijn zoveel mensen dus die je ook niet kennen. Maar zo ook, ik doe vrijwilligerswerk. Dat doe ik wel. Ik haalt bij iemand, die haalt van mij vlees en groenten op. En dan maakt mijn vrouw thuis pakketjes. En dan breng ik weg. Oh, fantastisch. Dat doe ik bekend elke dag. Ah, dat moet vast heel bevredigend zijn. Dat is heel bevredigend. En dat doen we al bijna 8 jaar. Dus ja, mensen die het nodig hebben, hè, die krijgen het. Absoluut. Dus dat is allemaal buiten de voedselbank om. Wat goed. Dus dat doen wij al 8 jaar samen. Wat goed. Ja, ja. Maar het is een hoop armoede. Een heleboel. Zeker. Dus ja, en helpen we die mensen. Dit was het weer voor deze week. Tot de volgende keer.